SVM personeel staat. Eerste schoolweek bijna voorbij. En man zonder benen beklimt berg. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten Jeugdjournaal. De bond van de Surinaamse Waterleiding Werknemersorganisatie, SWWO, leverde vandaag een petitie in bij president Santokki. Dit deden zij vanwege de oneenigheid over salarisovereenkomsten. Een grote groep leden hebben zich eerst bij het hoofdkantoor van SWM verzameld voordat zij naar het kabinet van de president zijn vertrokken. De personeelsleden besloten al sinds de vroege ochtend te staken om hun ontevredenheid te uiten over de salariering. Er was al een overeenstemming met de SWM-bereik over de vergoeding, maar er is tot nu toe geen overeenkomst getekend door de overheid. De leden hebben op basis van de voorwaarden die we gesteld hebben, zeggen we kunnen hiermee akkoord gaan. Maar tot op heden hebben we geen akkoord kunnen tekenen met de directeur omtrent het oordeel van de raad of een ander overeenkomst. Daarom hebben de leden gisteren tijdens de ALV, waarbij we het bestuur twee weken met de directeur in gesprek was hieromtrent, hebben de leden besloten de actie dat opgeschort was weer te hervatten. Op 26 augustus werd er door SWM bekendgemaakt dat zij de watertoevoer zouden sluiten om hun ontevredenheid te uiten. Ook werd er een petitie ingediend bij de vicepresident Ronnie Brunswijk. Het afsluiten is toen niet meer doorgegaan, maar met hun ontevredenheid is ook niets gebeurd. Het is voor de medewerkers belangrijk dat zij een redelijke salarisverhoging krijgen omdat ze niet meer uitkomen met hun geld. Het is niet de bedoeling dat beide partijen, de directie, zoals de bond aangeven wat ze ermee willen doen. De bond van zijn zijde heeft al gezegd, wij gaan akkoord ermee. Dus wij willen uitvoering krijgen daarvan. De directie aan zijn zijde heeft nog niet duidelijk kunnen zeggen, hij gaat akkoord of hij gaat niet akkoord. De gesprekspartner is de directeur van SWM, Marlon Oosteling. Door die is gevraagd om het ondertekenen van de overeenkomst af te wachten en niet te staken. Maar het is nu duidelijk dat het allemaal te lang duurde voor de vakbond. SWWO-vakbondsvoorzitter Dwayne Cairo en een grote groep leden leverden vandaag opnieuw een petitie in. Deze keer bij het kabinet van de president. Er speelt nog meer bij de SWM-vakbond. Bij het waterbedrijf beweren twee vakbondsleiders de leiding te hebben over de vakbond. De bemiddelingsraad heeft op een gegeven moment gezegd, ik ben niet de persoon die kan aangeven de verkiezingen die op 16 juli zijn gehouden, zijn correct of niet. Dat kan alleen de rechter. Wat ik wil doen als bemiddelingsraad, ik wil een oplossing brengen en ik zie als oplossing nieuwe verkiezingen. En dan doen we dat en dan houden we akkoord. Wij als bestuur zijn er mee eens gegaan. We hebben ook gesproken met de leden die gestemd hebben. En de leden hebben gezegd, no worry, we gaan ervoor. Op 16 juli werd er al een verkiezing gehouden waarbij Cairo met de meeste stemmen als voorzitter uit de bus kwam. Doordat het oud-bestuur de verkiezing niet erkende, werd er een rechtszaak aangespannen door het bestuur van Cairo. Na het indienen van de petitie werd er toch besloten om te blijven staken. De meeste basisscholen zijn op 11 oktober begonnen. Vele leerlingen vinden het leuk, maar sommigen willen toch liever op de oude manier les volgen, met z'n allen in de klas. Vanwege de COVID-pandemie kan dat niet. De meeste basisscholen zijn deze week begonnen met de lessen. De leerlingen van OS Reeberg in het district Wanica zijn heel erg blij dat de school weer is begonnen. De kinderen worden verdeeld in groepen en hebben een datum waarop zij naar school mogen gaan. Niet alle leerlingen hoeven dus elke dag naar school. Wel, dus de kinderen volgen nu les in groepen. Ze zijn ingedeeld in groepen. De grotere klassen hebben 3 groepen, A, B, C. En de kleinere klassen hebben A, B groepen. En ze komen om de ene dag op school. Zo volgen ze nu les. De kleuters hebben niet zoveel gehuild. De meesten zijn super blij om naar school te gaan. Chloe is enthousiast en houdt vooral van spelen. Helaas mag er niet de hele tijd gespeeld worden. Er moet ook aan schoolwerk worden gedacht.
Ik ben blij dat ik op school ben. Ik heb gespeeld en met die poppetjes, maar met die kinderen. En we gingen spelen naar buiten. En we gingen spelen ook naar binnen. Ik heb ook gespeeld. Michael zit in de 6e klas en corona stopt hem niet om zijn best te doen op school. Hij vindt het ook leuk om weer fysiek naar school te gaan en kan niet wachten om door te stromen. Studeren is niet zo hard geworden, omdat vorig jaar gingen we niet zo veel doen. Want nu zijn we groepen verdeeld, dus dan moeten we lessen skippen. Dus dan is het niet meer zo hard geworden. Shafia houdt wel van de school en werkt ook heel goed. Maar door de anti-covid-maatregelen vinden ze naar school gaan nu wat minder. Door corona vind ik de school niet zo leuk. Omdat je mondkap moet aandoen en handen ontsmetten en ding. En afstand blijven van mensen. De boodschap die je voor de leerlingen hebt, is dat ze dagelijks gemotiveerd naar school moeten komen. En als ze met iets vastzitten omtrent een leerstof, dat ze niet moeten schromen om naar de leerkracht te gaan en ook bij de schoolleider. We zitten pas 4 dagen in het nieuwe schooljaar van het lager onderwijs. Zowel leerlingen als leerkrachten hopen dat er dit schooljaar geen onderbrekingen meer zullen zijn. Rustam Nabiev heeft een hele hoge berg beklommen, maar dan zonder benen. Rustam Nabiev raakte zijn benen kwijt bij de instorting van de militaire school waar hij zat. Het ongeluk beroofde hem van zijn benen, maar dat heeft hem niet gebroken. Op 2 oktober stond hij rond 9:30 samen met 5 Sherpas op de berg. De Sherpas helpen mee met spullen sjouwen. Hij heeft de 8e hoogste berg ter wereld beklommen, de Manaslu-berg in Nepal. De dubbel geamputeerde Rustam heeft met succes de top van 8.163 meter behaald. Сделал какую-то нереальную вещь. Не знаю. Я до конца как бы внутри себя даже не могу поверить, что я через это прошел. In Rusland stortte op 12 juli 2015 het Omsk-gebouw in. De soldaten waren aan het slapen toen ze het dak en muren van de kazerne hoorden instorten. Het lukte niet in ieder om weg te rennen, waardoor er 23 soldaten stierven en 19 gewond raakten. De meeste van de gewonden bestonden uit mannen tussen de 18 en 24. Rustam zat op de opleiding van de luchtmacht. In 2020 klom Rustam zijn eerste berg, de Elbrus. Hij deed dat op zichzelf en toen hij de top bereikte, kon hij zijn emoties niet verbergen. Geen voeten hebben stopt hem niet om te leven. Met deze daad wilde hij laten zien dat alles in dit leven alleen kan worden bereikt door acties. Rustam zag het als een missie die hij moest afmaken voor al de mensen die naar hem keken. En dat was het voor vandaag. Een fijne avond verder en tot morgen.